Sociale angst. Ik denk dat er steeds meer mensen last van hebben. Zo heb ik een enorme angst voor bellen. En ik ben erachter gekomen dat ik toch ook wel sociale angsten heb. Ik kom niet goed uit in een groep. Zo, ik kom ook heel slecht in uit. Ik heb nooit begrepen waarom mensen in groepen dat dan leuker vinden dan één op één. Als het jou geen goed doet, en je alleen maar vermoeid en ellendig terugkomt... met allemaal onzekerheden van, oh, hè, hoe denken ze nu over me? Dan zou ik proberen inderdaad, als het niet hoeft, om het niet te doen. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vetgezellig podcast. We zijn er weer. Ja. Heel actueel. Is vanochtend opgenomen. <laughs> Als jullie dit zien. Heeft met verschillende redenen te maken. Daar komen we misschien later nog wel op uh, terug. Maar uh, we gaan beginnen met uh, een vraag. Aangezien uh, het altijd lastig is om het gesprek te openen. Dacht ik van, joh, we gaan dit gewoon anders doen. Wat geeft je op dit moment stress, <laughs> Ja. Want ons spel is natuurlijk breed inzetbaar. Want je kan hem ook op, op de dag van vandaag laten slaan. Ja, absoluut. Wat geeft je stress? Um, nou, op dit moment is dat toch wel onze nieuwe grote aankoop in het huis. Ja, en waarom? Ja, het is toch... Uh, het, het komt met een hoop nadelen. Ja, het komt wel met een hoop nadelen, inderdaad. Ja. Ik weet niet of we het daar vorige week al over uitgeweid hebben. Nee, niet dat zo, maar, ja. we hebben helemaal niet over de bank gehad. Ja, ik heb op Instagram wel iets oh, geplaatst. Ja. Um, we zijn ziek geweest van onze bank. <laughs> ja, Als je dat je. hoort, denk je echt van, die ja, zijn niet goed. Dat slaat nergens op. Een um, klein beetje uitweiden, uh, we hebben een bank gekocht, daar komt een vlog van over online, dus dat ga je nog zien, maar we oh. zijn bijna een week hoofdpijn, misselijk, uh, duizelig, uh, dat soort klachten hebben gehad en in eerste instantie dacht ik daar niet zoveel van. Jij dacht gelijk van, hm, het enige wat veranderd is, is die bank. En daar hebben we nu nog steeds eigenlijk best wel stress van, want gisteren zijn ze ook nog langsgekomen, um, maar ja. Het is een lastig verhaal, want ja, je moet het zelf gaan zeggen van ik heb last van iets. En dan gaat iemand, ja, die kan het niet echt constateren natuurlijk, als je gewoon op, uh, nee. een uurtje in ons huis staat. Nee, dat is ook zo. Maar kijk, van al een nieuw meubilair komt een bepaalde geur af. Ja. Want um, vaak, vooral ook dingen die gelijmd worden, ja. um, bevatten een bepaalde soort gassen. Ik weet even niet zo goed de naam meer. Mm. Maar um, daar kun je wel eens kop bij van krijgen. Dus als je een nieuw kast hebt, of een nieuw bed, of een ja. nieuw matras. Uh, dan kan het wel eens voorkomen dat je een beetje hoofdpijn hebt. Uh, als je bijvoorbeeld een showmodel koopt, zou je daar vaak geen last van hebben, want die is al helemaal uitgewazend. Ja. Uh, um, maar die, onze bank komt volgens mij direct van de fabriek. Hij is uh, direct na, naar na produceren, is die in plastic gerapt en bij ons neergezet. En dat merken we. Dus die man van de zaak die zei: het kan zijn dat dan dat allemaal loskomt. Ja. Van het productieproces. We dachten daar een klein beetje van af te zijn. Ja. ja, het is niet dat iedereen er zo op reageert nee. hoor. Ik denk dat wij echt overgevoelig zijn voor ja. dit, deze stof. Zoals niet, toch? Ja, ja nou, ik had bij mezelf wel verwacht, maar bij jou. Uh... Nou, ik had bij mezelf ook niet verwacht. Maar goed, uh, vannacht uh, hebben we ook een, uh, echt een terrible nacht gehad. Ja. Maar goed. Hè? Dat is het leven op dit moment. Ja, het is echt uh, waar maak ik je druk om? Maar het is toch wel even. Ja, je maakt je, je elke je keer niet lekker voelt. Nou ja, ik maakte me vanochtend wel, vannacht wel druk hoor. Het van iets ik wat, je van, eigenlijk, wat eigenlijk leuk hoort te zijn, natuurlijk. Ja, we zijn wel trouwens blij met de bank. Maar goed, dat ga je allemaal in de video zien. Ja, hij is wel mooi. Ja. Vandaag gaan we het hebben over uh, sociale angst en belangst. Ja. Twee onderwerpen die we wel redelijk bij elkaar vinden passen. Mm -hmm. Omdat ik denk, allebei bij het sociale. Uh, ja, wel hoort. Ik heb altijd gedacht dat ik niet zoveel sociale angst had en uh, belangst en zo. Ik dacht altijd dat, maar dat, dat is wel iets wat ik mezelf altijd zei. Dat ik dat niet had. Wijs maakte, Wijsmaakte, ja, zeker. Maar ik denk dat ik het wel heb. Want ik ben nou niet de meest sociale persoon in een sociale situatie. Maar Waarom denk je dat je dat zelf wijs maakt? Omdat je het graag wilde dat er niks aan de hand was op dat gebied, zeg maar. Qua dat je geen moeilijkheden had. Ja. Want ik vind... Niet ook nog dat, dat als moeilijkheid. Nee, ik snap het. Dat ik vind jou wel altijd als je ergens heen gaan. Jij maakt altijd een praatje met mensen, terwijl ja. ik er dan weer uh, ongemakkelijk bij sta. Ja. En dat vind ik dan altijd wel knap. Ja, maar dan is het niet is het niet zo dat mensen me altijd wel kennen? Nee. Ik denk het wel, hoor. Nee, Ze weten wel wat als, wij bijvoorbeeld ergens, als wij bijvoorbeeld ergens iets afrekenen of uh, zoiets kleins, hè? Dat he? zie ik niet als sociale angst. Dan zeg jij gewoon van, uh, ja, en uh, hoe gaat het uh, verder met dit en dat? Of hoe met de zaken of wat dan ook? Als we, dan, en dan vind ik gewoon, ja, dat soort dingen durf ik dus allemaal niet te vragen. Ja, maar dat zie ik dus niet als sociale angst. Dan denk ik van, dat is gewoon een praatje maken. Maar sociale angst bedoel ik meer dat je in bijvoorbeeld een grote groep het lastig vindt om, om te praten. Dat is een ofzo. onderdeel van sociale angst. Uh. Van uh, small talk, dat je dat lastig vindt. Uh, ja. Ik weet het niet. Ik vind dat lastig dat soort kleine gesprekjes beginnen. Ja, oké. Okay. Als je het zo bekijkt. Ik ga natuurlijk wel in een restaurant zeg ik makkelijk tegen de serveerster, ga ik gewoon een vraag stellen of zo. Ja, ik vind dat heel leuk dat je dat doet. Want daardoor uh, word ik ook iets uh, meer sociaal. Want hoe is het bij jou, uh, sociale angst dan? Hoe, uh, hoe is dat uh, de afgelopen jaren en eigenlijk al heel je leven? Dan nou, dan? ik denk één de op één dat ik best wel aardig uh, kan praten. Mm -hmm. Toevallig uh, waren wij uh, naar het... Uh, nou, niet toevallig. Ik wilde hem gewoon heel graag zien een documentaire oh ja. uh, Inside Out, mm. een oud A U T als in autisme. Yeah. En um, uh, zij uh, heeft een documentaire gemaakt omdat ze zichzelf verdacht van dat ze misschien wel autisme mm. heeft. En dat is een hele, ik vond het echt een mooie, mooie film. Ja, mooi gemaakt. Ja, dat is een documentaire dan. En... Um, uh, dat daarin... wel bijzonder, want het zat in de bioscoop, dus hadden ze toch net een ander soort ge ja. gevoel wat het meegeeft. Zeg, ja, dat vond ik echt leuk. Ja. Ik ben nog nooit naar een filmhuis geweest eigenlijk. Nee, nee. maar um, uh, zij beschreef dat wel als in een vriendin, zei dat eigenlijk tegen haar. Dat ze er één op één, ja, dat ze er zo leuk vindt. Ja. En in de groep dat ze dan helemaal een soort van wegvalt. Ja. Dat, ze, dat, dat ze het jammer vindt dat de rest dan niet ziet hoe leuk ze is. Ah, ja. Omdat ze, en dat is eigenlijk uh, wel ook een beetje hoe ik het ervaar. Voor jou wel eerst een sneer. Hè? Dat voor je is Nee, sneer. de manier waarop ze het zei vond ik niet zo vriendelijk. Ah, okay. Maar dat is ook moeilijk om te zeggen. Ja, yeah. dat is ook moeilijk om te zeggen. Want het is uh, iets wat, ja, dat wil je ook niet zeggen. Maar dat is natuurlijk voor de film. Ze nee, zij moest nogal huilen, daarom ook, die, ja. uh, die meid. Logisch ook, want ze voelt hetzelfde. Ze werd bij mij ook. wat getriggerd te denken: van uh, waarom. Uh, ja, jij ging gelijk Accepteerde dus je gewoon zoals ze is. Ja, ja, je zat gelijk boos <laughs> naar het kijken. Ja, maar dat goed, dat komt ah, er vanuit eigen pijn. Eigen natuurlijk. Pijn, ja, ja, ja. <laughs> ja. ja, want ik heb dat ook altijd zo. Eén op één gaat eigenlijk meestal wel goed. Uh, vroeger was het ook moeilijk, maar nu kan ik het echt veel beter. Mm -hmm. uh, interesse tonen en ook echt oprecht interesse. Natuurlijk, het is niet alsof ik het allemaal speel nu of zo. Het is gewoon, nou, ja. uh, het komt gewoon allemaal wat meer van nature. Nu ik wat ouder ben geworden, ja. uh, ook zelf wat meer ervaring heb levenservaring, uh, maar in groepen val ik gewoon stil. Dat, ik, 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 dat lukt me gewoon echt niet. Maar groepen, als in uh, tien mensen, neem ik aan, dan toch? Nee, al zijn het er vier, vijf. Maar bij, bij drie nog niet? Of je drie is groep. nog wel te handelen. Oké. Okay maar vind ik soms ook lastiger. Want we hebben nu dat we vaak met Sofie. Uh, ja, maar Sofie voelt ondertussen wel echt eigen, dus dat als is kind, meer. Uh, toch. Nee, maar dat is meer. Uh, eigen? Wat bedoel je daarmee? Eigen, als in, alsof het familie is, zeg maar. Ah ja, oké, okay, ja. Weet je, dat je, dat je niet hoeft, te, jezelf hoeft te pushen... om sociaaler te zijn of zo te ja, forceren. Ja, ja. Maar uh, dat gebeurt eigenlijk vaak wel als ik iemand veel langer ken. Dan gaat het wat minder ongemakkelijk voelen. Stel, jij gaat of je ging. Naar een verjaardagfeestje iets vroeger. Hoe zat je er dan bij? Want ja, het is echt wel last van sociale angst in die veel zin. Heel zenuwen, ja. ja. Heel veel zenuwen. En hoe dan? Ja, wetende dat het gewoon uh, ongemakkelijk ging worden voor me. Maar dan ging je niet bij jezelf denken van... Oké, okay, maar misschien hebben we wel meer mensen dit. En ja, dan had dit. ik ook anderen ongemakkelijk ging maken. Ja, maar dat doe, je, dat doe je nu al door, door, door mijn vraag niet te beantwoorden en door te praten. Dan oh, maak ook sorry. Ik nee, maar... Had je niet het idee dat andere mensen het ook konden hebben? Nee, schat, als je in je eigen angst zit, dan zul je jezelf ook al herkennen. Ja, hou je geen rekening mee dat anderen dit wellicht ook hebben. Nee. En dat maakt het ook niet minder erg of zo. Nee. Ja, als iemand naar je toe zou komen en zou zeggen van, oh ik vind het nou zo moeilijk, even de gesprek aangaan, dan wel. Ja, maar dan moet, ja, je nog steeds, nou? dan moet je nog steeds ook aangaan, want dat is het punt, toch? Ja. En dat is ook het lastige, want aan de ene kant zeg je van, oh fijn dat iemand anders ook zegt dat hij angst mm -hmm. is, maar dat maakt mijn angst uiteindelijk niet lastig, minder. Min, niet minder, je ja. kan wel een beetje dat je denkt van, oh ja. Uh, dat het een beetje relativeert, van anderen heeft het ook. Ja. Maar uh, het wordt er niet opeens makkelijker van, denk ik. Nee, nee. Maar jij bent ook geen groot fan van verjaardagen, toch? Nee, want we waren van de week bij een verjaardag van uh, je familie. Ja, ik, ik voel me dan altijd stiller als dat ik uh, bijvoorbeeld met maar twee mensen of zo uit mm -hmm. je familie die zaten. Dat ben je ook uiteindelijk. Dan, dan zeg ik veel meer omdat mm -hmm. ik daar zit. Ik weet niet wat het is, maar ik heb het idee, doordat er veel mensen in de ruimte zitten. Niet echt weet wat ik... Ik heb er niet zo zin om, om makkelijk praatjes aan te gaan. Voelt het voelt altijd heel geforceerd dan. Ik vind het altijd lastig om, om in zo'n groep aandacht op iemand te houden. Ook dat, want uh, er wordt ook veel door elkaar gepraat en zo. En dan ja. heb ik ook zoiets van, ja, ik vind het gewoon te veel. En uh, kinderen helpen er ook niet bij. Oh ja, kinderverjaardag sla ik liever echt over. Durf je dat te zeggen, Meid? Ja. Je weet dat ja, je doe familie. Het voor kinderen. de family. Ja. Maar ik vind het wel, ja, dat is zo chaotisch, het geheel en geschil. Ja, je kan niet echt een normaal gesprek houden. Dus je, mm. dan denk ik wel van oké, okay, waarom zit ik er? Want wat haal ik er dan uit uiteindelijk. Ja, je doet. Ja, ergens vind ik het wel gezellig, ook bij mijn eigen familie. Ja, dat dan. snap ik, dat is logisch, toch? Bij andermans familie liever niet. Maar het is ook niet alsof ik het niet wil meegaan. Want daar mm. gaat het ook niet om. Maar ik heb altijd wel dat ik denk: van ja, waarom heb ik er nou eigenlijk gezeten? Ja. Maar dat heb ik altijd wel bij verjaardagen, moet ik zeggen. Daarom vier ik mijn eigen verjaardag niet. Maar ik ook heel groepen niet... Toch gewoon, uh, gezellige... wil andere mensen niet het gevoel geven ja. van oh, waarom zit ik hier eigenlijk? Soms denk ik wel eens na, denk van dan zie je bijvoorbeeld zo'n, in, in, in de horeca zo'n een groep mensen zitten die dan de verjaardag vieren ja. van één iemand. Als vorige week nog. En dan denk ik, zou ik dat ook leuk vinden? En dan ga ik na, dan denk ik, ja, maar je kan geen zin in gesprek houden met. Met, met iedereen? Met, ja, nou. Ja, ik match mensen inderdaad. ook niet zo uh, graag. Mix en match. Mix en match mensen, ja. Nee vind ik heel ongemakkelijk. Ja, dat je allerlei verschillende types bij elkaar krijgt of zo. Ja, zo onsociale mensen zijn we allebei. <laughs> Is echt zo. Ik denk niet dat ik dat leuk zou vinden, zo'n verjaardag in een. Uh... Nou, ik moet zeggen, ik heb een keer een feestje gevierd. was uh, toen was ik, uh, toen werd ik 28, of 27. Zo. Ja, een van de weinige keren in mijn leven dat ik een feestje had gevierd. Uh, terwijl iedereen uitgenodigd vond ik gezellig, maar ik merkte wel dat ik altijd de, de hele tijd in de keuken bleef staan. <laughs> Je eigen feest. Ja, we hadden wafelmaker en ik vond het grappig om wafels te maken. Dus ik vond oh, het wel fijn dat ik met iets bezig was. Ik wil met iets bezig zijn. Ja. Ik wil niet zitten, want dan voel ik me ongemakkelijk. Moet ik een gesprek ja. aangaan? Ja. Ja, ja. Vermijd ik verjaardagen? Het zou best goed kunnen. Nou, ja. Maar dat ging ook ergens ja. erg van mezelf, want ik wil het wel leuk vinden, maar mm -hmm. ik vind het niet leuk. De enige keer dat ik het eigenlijk leuk vind, is als ik zie dat anderen het leuk hebben, maar dat ik niet per se ja. daar onderdeel van ben. Ja. Dan vind ik bijvoorbeeld als wij um, tweede kerstdag ja. met mijn familie zitten, ze allemaal onderling met elkaar te praten. Dan kan ik er best wel van genieten. Ja. Maar het is niet dat ik daar echt een aandeel in heb. Toch met leed, gesprekken. Je vond het wel leuk gesprekken. Oh, maar ik dacht dat je juist daar wel veel praat. Want dat was afgelopen jaar wel. Ja? Ja. Oh, daar heb ik dan niet door gehad. Dan voel ik me ik vind op bij Ja, sowieso bij je gemak. familie best wel veel praten hoor. Bij mijn familie? Ja. Oh, daar heb ik helemaal niet door. Ja, je praat echt veel. Oh. In vergelijking met normaal praat je echt meer dan. Ik vind het wel chaotisch. Ja, het is ook chaotisch. Dat is ook ja. gewoon zo. Ja. Het, het stomme is, het wordt natuurlijk ergens verwacht dat je van uh, dat je sociaal. Want dat is wat men toch zegt. Een, een mens is anders dan een dier, omdat ze een sociaal persoon zijn. Al moet ik zeggen. In, ja, ja, volgens mij wel toch? Dat wij sociaal contact heel belangrijk vinden. Volgens mij vinden dieren dat minder. Althans, oh. groepsdieren misschien wel weer meer. Ja, dan is het gewoon een vibe die ze over zich heen hebben, die dieren of niet? Ja, maar ik, ik heb <laughs> nooit begrepen waarom mensen in. in, in, zo, in in groepen dat dan leuker vinden dan één op één. Ik kom niet goed uit in een groep. Zo, ik kom ook heel slecht in uit. Ja, ik vind het lastig om te beantwoorden omdat ik dat gewoon niet voel. Nee. Dat ik dat leuker vind, absoluut niet zelfs. Nee. Ik vind het soms wel leuker, bijvoorbeeld met een stel. Bijvoorbeeld als wij met mijn zus en zwager uit eten ja. gaan, vind ik het misschien wel gezelliger. Ja. Omdat je dan, ja, ja. Omdat je dan alsnog één op één, maar dan is, twee. Want je ja. zei net dat je vier voor je al lastig. Ja, maar dat ligt eraan. Of het dan individuele is, personen zijn of zo. Ja, ik denk dat het ook heel erg ligt aan met wie je gaat. Maar soms is het gewoon leuker met bepaalde mensen om in een groep af te spreken. En met andere mensen is het gewoon leuker om één op één af te spreken, denk ik. Ik ken niemand waar ik het leuk vind om met een groep af te spreken. Ben je bijvoorbeeld Ninken vind je het niet gezelliger als ik er ook bij ben? Ja, maar ze vindt geen groep, als drie. Ja, maar ik vind een groep een drie, een Nee, is vanaf ik vind groep vind, ik, vind ik echt vier, vijf minimaal. Ja, maar dan moet jij even een regel stellen, want dan weet ik niet waar ik ja, het over dat, heb. Ja, je vindt ook drie niet een groep. Want ik dat vind drie wel een crowd. Three is the crowd, toch? Ja, ik weet niet. Dan ben ik wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ik zal wel even een polletje plaatsen op uh, Spotify. Dan kan je vanaf wanneer meestemmen. wanneer is het, wanneer is het een groep mensen? <laughs> is dat uh, vanaf drie of is dat vanaf vier? Ik vind het vanaf vier. <laughs> ja, ja, je hebt wel gelijk eigenlijk. Nou, nee, ja, weet ik niet. Ja. Eh, Voelensmatig is het bij mij vanaf vier. Ja, ik snap je wel. Want heel vaak heb je natuurlijk ook twee vriendinnen... waar je dan mee afspreekt, toch? Heel ja. veel vrouwen hebben dat. Ja. En dan is dat gewoon... Ja, anders. Dat is niet ja. van uh, een groepje mensen. Nee, ik ben het met je eens. Toch wel. Dus ik heb je alweer omgeluld. Zo moeilijk is dat heen? niet hoor, schat. Jeetje, dat gaat nee. jou. ik uh, voel de sociale druk enorm namelijk. Ja? Voel je ja. sociale druk? Voel ja. je sociale druk ook uh, bij, bij mij? Mm, nee, niet echt. Hm. Heel soms. Ja. Wanneer? In welke situatie? Ja, ik heb wel eens dat ik vind dat het jou zo makkelijk afgaat... dat ik helemaal onder, onder de sneeuw raak ondergesneeld raak. <laughs> maar ja, je, ben, je, je raakt. Ik onder de sneeuw, je voel me letterlijk onder een pak sneeuw liggen. En dan gaat het nog moeilijker. Omdat ik heel erg aan het, soms in gesprekken heel erg aan het zoeken ben naar een opening. Ja. Waar ik eventjes... wat erin kan gooien. Ja. En heel vaak vul jij die opening al tien keer sneller in dan, dan ik. En ja. dan dan raak ik een beetje um, op Onder, de achtergrond. Ja. Want dan denk ik, dan, dan word ik zenuwachtig. Want dan denk ik, dan moet ik heel erg opletten van wanneer kan ik iets ertussen gooien. Maar dat gebeurt eigenlijk voornamelijk met nieuwe mensen. Ja, dat snap ik wel. Het, li het ligt er bij mij ook wel echt aan hoe ik me in mijn vel voel. Hoor. Want ik zit er net aan te denken, volgens mij kan ik inderdaad best wel makkelijk sociaal dingen meekomen. Mm -hmm. Maar ik moet wel goed in mijn vel zitten, want anders lukt me echt niet. Ja. Ik, ik raak heel primitief op het moment dat ik angstig word. Ja, dat is zo. Hè? Ja, ja. Dat, maar dat zien, we, dat zien we ook al vaker. Dat heb ik bij mezelf ook eigenlijk. Ja, raak je echt zo primitief omdat je dan alleen maar gefocust bent op die angst ja. en niet per se weer iets anders. Dus dan in, in een heel angstige situatie heb jij niet zo heel erg sterk meegemaakt. Maar, mm. maar als ik echt nog angstiger ben dan. Wat ik bijvoorbeeld toen ik 28, 27 was, ja. dan ben ik gewoon echt stil, zeg ik niks en dan ben ik gewoon helemaal, dan, dan ben ik gewoon uitgetrokken. Maar is dat dan dat je je niet bijvoorbeeld meer kan aanpassen? Ja, nee, maar dan zit ik zoveel in mijn hoofd, dan kan ik er niet ook nog bij hebben dat ik iets tegen iemand. Ik, ik ben wel iemand die vaak vragen wil stellen en ik, mm -hmm. ik, ik hou niet van over mezelf te lullen. Nee, zou je niet zeggen, aangezien we een podcast opnemen, maar goed, ik hou niet van mezelf lullen over werk en dat soort mensen vragen toch altijd naar werk en vragen en waar ben je mee bezig en dan denk ik altijd van ja. Ik maak, ik maak video's, kijk die dan. Dan hoef ik het tenminste niet ja, uit te leggen. Maar bent dat heel heel is dom erg, uh... hoor, dat weet ik. Dat slaat nergens op. Maar nee, maar jij, jij, wil, jij wil niet uh, pochig of wat dan ook overkomen. Ook. En uh, je ziet ook heel veel dingen, zie je als niet belangrijk en niet boeiend. En niet ja. speciaal, of ik voor wat. Ja, ik, ik, ik kan niet zo heel erg uh, voluit praten over mijn werk en dat soort dingen. Nee. Dat zou je echt nogmaals niet zeggen, want aangezien ik echt alles online zet uiteindelijk. Mm. Maar dat is wel echt zo. Zo voelt het wel in, in een sociaal contact. Maar ik denk, als ik dus niet angstig ben, dan, dan ben ik ook... Veel geïnteresseerder in dingen. Dan wil ik ook dingen weten. En zo. Mm. En als ik angstig ben, dan heb ik dat gewoon niet zo heel erg. Dan nee, ben ik gewoon te je bent jezelf met bezig, bezig veel ja. Ja. ja wat eigenlijk ook wel gewoon heel logisch is natuurlijk want het ja. is vaak uh, zo'n angst is alles wat je op dat moment uh, voelt en mee bezig bent maar jij hebt volgens mij ook sociale angst op het moment dat je uh, ik weet niet of het met sociale angst te maken heeft maar volgens mij wel als je naar de wc moet en niet wil gaan vragen in een restaurant of ik even naar de wc mag oh als we ergens vol buiten lopen ja. ja dan speelt dat echt heel erg op dus ik moet echt goed in mijn vel zitten dat ik mijn hoofd gelijk zeg fuck het ga ik naar binnen lopen van de week toen waren we dus aan het lopen naar Den Haag... Uh, toen gingen we terug uh, met de bus en toen liep een stukje nog in Voorburg. Mm. En toen zouden we eigenlijk naar huis lopen, maar je moest plassen. Toen zei ik, ja, anders vraag je toch even of ga je ergens ja. naar binnen. Maar dat wilde je dan niet. Dus toen zei ik, van, dan gaan maar, dan zullen we anders maar wat drinken. Ja. Maar soms, bijvoorbeeld in Nice kan ik me nog herinneren. Toen liep op die hele lange straat. Ja, kan je dat nog herinneren wat ik daarvoor naar binnen had gegooid? Een cocktail gedronken. Oh, ja, dat is waar, ja. Dan verdwijnt, dan verdwijnt vaak grotendeels van, van die angst. Dus wat ik echt kijk, ik denk: hè? Dan gaan vooral niet aan de alcohol. Maar uh... nee, daar kunnen we het nog een keer. Oh, hebben we het er niet over gehad? Ja, daar was het leven Ja, precies. Luister die ons terug. Maar dat. Ja, dan toen zat weg, ik echt zo te kijken, ik denk: hè, maar jij, jij liep zo makkelijk naar binnen, daar heb ik zelf soms moeite mee. Ja, dan krijg ik een soort van: als ik uh, alcohol drink, krijg ik een soort van zelfverzekerdheid over me heen. Oh, ja. Dat ik denk: van uh, ja, nou ja, geweldig, ik voel me goed. Dus als je dan belangst bijvoorbeeld hebt. Wat ja. in principe is ik vraag me af of dat nou eigenlijk met sociale angst te maken heeft? Ja, ik vind het wel. Ja? Maar ik heb daar een goede, gegronde reden voor. Oh, ik ben benieuwd. Ga ja. verder. Bellen met iemand. Ik heb dus nodig, ik moet gezichtsuitdrukkingen zien. Ik moet zien dat iemand vrienden kijkt of als iemand een boos gezicht heeft, kan ik daar ook anders op ingaan. Uh, ik heb het ook heel erg nodig dat iemand mijn gezicht kan lezen. Want ik kom soms... Dat is echt moeilijk. ja maar ik kom schat, soms... jou, jouw gezicht is Nee, niet maar lezen. ik heb wel als ik uh, uh, ergens... Kijk, ik kom natuurlijk wel over als uh, vaak. Uh, als gewoon... Zacharijnen? Nee, niet als een kenau of zo. Als ik ergens uh, iets moet vragen. Dat is maar jij hebt een stemmetje aan de telefoon, ja, hoor, maar schat. Ja, stem kan soms wel heel doe erg... Je, doe je, te... <laughs> je, je telefoonstem. Ja, um, goedemiddag Ja, ik wil eigenlijk even iets uh, vragen... Nou, dat is nog kleiner hoor. Ik wil eigenlijk even iets vragen. Ja, dat is meer. <laughs> dit is echt dit is <laughs> haar telefoonstem. Dat is zo bizar. Alsof je, klein, alsof je een klein mens bent. <laughs> ja, is geworden. ik word heel angstig als ik aan het bellen ben. Oh, het dus okay. dan gaat mijn stemmetje omhoog. Maar het is, ik heb dus heel erg uitdrukkingen nodig. Ik heb nodig dat een ander mij ziet. Ah, ja. Uh, die interactie. En hm. die is helemaal weg met een telefoon. Ja, dat is waar. Dus dat vind ik heel lastig. Ja. Dan kan ik opeens helemaal niet meer inschatten... hoe iemand iets bedoelt of zegt of ja. kijkt. Of is het sarcastisch, is het uh, vriendelijk... of is het uh, boosaardig. valt allemaal weg. Dus dat maakt bellen Niet zo. Iedereen erg. heeft zulke uh, emotionele uitdrukkingen. Ja, ik denk teken. wel dat dat een groot deel is. Dat je uh, sociaal contact, het gehele plaatje, houding van mensen, gezichtsuitdrukkingen, stemgeluid. Het uh, werkt helemaal mee. Mm. In, um, het vormt het hele contact. Het sociale mm. contact. En als jij aan het bellen bent, dan heb je echt alleen maar stemgeluid. Vind jij mij iemand die belangst zou hebben? Ja, ik vind jou wel af en toe zenuwachtig wanneer je bijvoorbeeld voor werk moet bellen. Maar, maar, ja, nou, jij hebt gewoon iets over je dat als jij. Want ik hoor dus altijd van jou zeggen van dat je het maar al zo goed aan de telefoon vindt. Nou, dat vind ja, ik zelf maar... overigens niet. Wat bij mij zo is, als ik zenuwachtig ben, dan ga ik over mijn woorden stamelen. Uh, zeg je dat zo? Ja, uh, ja struikelen. struikelen. En uh, ik kom niet meer goed uit mijn woorden. Ik heb vervolgens een hele grote lijst opgeschreven... met allemaal dingpunten die ik af moet werken. En jij gaat ergens in en je wordt zenuwachtig... en je blijft maar lullen. <laughs> ja. Ja, dat vind ik gewoon... dat ik denk van, dat is zo. Maar ik zeg toch wel zinnige dingen? Ja, zoveel chiller. Dat je, gewoon, je, je lult je gewoon overal uit ja, je moet gewoon, het is wing it. <laughs> je moest gewoon wingen, schat. Ja, maar dat gaat gewoon. Bij jou werkt het zo en bij mij werkt het anders. Ja, ik, ik, ik dacht vroeger altijd dat ik onvoorbereid moest uh, bellen, mm -hmm. want dan raak ik het meest. Want anders. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd bereid ik me beter voor dat ik ook dat jij soms uh, dingen dan opschrijft, denk ik, oké, okay, want dan dan heb je meer houvast. Dat vond ja. ik trouwens ook met voor een groep praten. Ik was altijd Dacht ik van ja, ik moet dat gewoon kunnen, zomaar. Mm -hmm. Zonder oefenen. Maar toen ik het oefende, dan lukt het wel beter. Want je weet, ik heb altijd het idee dat je niet moet. Uh, dat ik, ik hou niet van leren van dingen. Je <laughs> moet dingen leren, dat weet ik. Yeah. Maar ik heb liever dat ik het gelijk kan. Yeah. Dus ik wil niet. Uh, uh, ja, ik heb het idee dat iedereen zomaar gewoon een presentatie uit zijn mouw kan schudden. Is natuurlijk onzin. Nu ik een ouder nee, ben, denk ja. ik ook van het slaat nergens op. Mm -hmm. Mensen moeten dingen voorbereiden. Maar ik heb altijd het idee dat iedereen onvoorbereid dingen doet en het dan ook heel goed kan doen. Maar waar komt dat vandaan dan? Want denk je dat voorbereiden dan een soort van afdoet aan de echtheid of zo? Ik denk dat uh, voorbereiden het lijkt alsof het uh, niet oprecht is en echt ja. is. Oh ja. En dat heb ik ook met video's maken. Ik uh -huh. wil altijd uh, gewoon maar ik, je ziet ja, het toch ook altijd met waar, video's dat het begin gewoon. Ja, jij wil altijd zonder script. Ja. Terwijl ook als je bijvoorbeeld voor klanten iets moet opnemen, dat duurde ook lang voordat het zover was dat we een scriptje, scriptje, gingen schrijven. Ja, omdat ik het idee heb dat het dan niet echt is. En dat uh -huh. dat, dat heb ik dat heb ik wel echt in mijn uit mijn hoofd moeten zetten. En dat heb ik ook met uh, dus inderdaad ook met contact op uh, in uh, telefoon. Ik wil dat het dan echt is. Mm -hmm. En dat ik dan maar op de spot dingen bedenk. Ja. Terwijl dat slaat nergens op. Want iedereen, weet je wel, ik vind het misschien mm -hmm. een teken van zwakte als je dingen moet voorbereiden, maar het slaat nergens op. Want dat is gewoon juist sterk als je dingen voorbereidt. Ja, eigenlijk wel. Want dan ben je er ook gewoon heel bewust mee bezig. Dus dan laat je ook zien hoe belangrijk iets voor je is. En geconditioneerd ik. om niet me voor te bereiden. Dus dan weet je gelijk hoe het op school bij mij ging. <laughs> niet leren. Nou, ergens ook wel, met bijvoorbeeld spreekbeurt kan ik me wel herinneren dat dat ook wel het gevoel was van ik wil me niet voorbereiden, want dan ga ik me er meer druk om maken. Zou dat het ook kunnen zijn? Ja, nou nee, weet ik niet, want ik denk dat als ik me beter voorbereid dat ik me juist beter voel en dat ik het makkelijker kan. Ja, maar ergens misschien voelt het ook wel dat als je begint als met voorbereiden, dat je denkt, en kan ik het misschien toch niet. Dat je gevoelens hebt van, oh, misschien kan ik het toch niet. Ja, dat zou wel kunnen. Als je er totaal niet mee bezig bent, dan kun je misschien in de waan blijven dat je geweldig goed kan lullen, toch? Ja. Nou, dat kan je ook, maar ja. je snapt wat ik bedoel. Hebben we tips eigenlijk hierover? En met bellen is het vooral heel belangrijk om uh, op te schrijven, vind ik. Ja, ik denk dat dat inderdaad wel een goeie is. Punten opschrijven en, en repeteer het misschien zelfs een beetje. Gewoon niet het hele verhaal opschrijven, gewoon punten opschrijven ja. waar je aan vast wil houden. Um, plus, als het niet hoeft bellen, zou ik er gewoon lekker heen gaan. Ja, heen gaan, ja, oké. Okay. Maar dat is in heel veel situaties tegenwoordig niet meer zo makkelijk. Hè? Want nee, uh, zelfs is waar, telefoonnummers is bijna niet meer te vinden en dan ja. op je WhatsApp. Kijk, en dat is ook dat is wel trouwens een ding wat ik denk. Wat het wel lastig maakt. En ik heb ook het idee dat de generatie die na ons komt, de, de Gen Zers, nog lastiger vinden om te bellen. Omdat die helemaal niet zijn opgegroeid. Nee. Wij hebben nog een huistelefoon gehad. Ik, uh -huh. ik vraag me af of dat nog in Dan was. Dan moest je de telefoon opnemen zonder dat de nummerherkenning was? Zonder dat je wist wie het was. Uh -huh. Dat is toch wel een ding wat het makkelijker maakt. Want je bent er veel vaker mee bezig. Tegenwoordig heb ja. je elkaar helemaal suf. Maar je belt elkaar niet. Ik ben dus echt panisch als er een nummer maar belt. Weet ik, ik. Ik wil altijd voor je opnemen. Ik ja. vind dat nooit zo erg. En zeg ik nee, nee, niet opnemen. Ik ga eerst het nummer googelen. Slaat nergens op. En ding. dan kom ik bijvoorbeeld, google ik... en dan staat er T-Mobile... Uh, Podimo. Uh, service. Uh, uh, Podimo, uh, dinges. Uh, T-Mobile, uh, uh, Odido. Odido. Zo, al die bedrijven beginnen <laughs> op elkaar te lijken. Podimo, Odido. 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 En dan, nou, dan valt er een pak van mijn hart. Dan denk ik, oh, thank god. Ja. En als ik google en dan staat het nummer is niet bekend... denk ik, oh nee, oh nee. Vaak is het dan uh, de tandarts of de dokter of zo. Ja, de tandarts dan, heb je ook ja. vaker gehad. Nou, de tandarts, ja. Zodra ik zie dat het de tandarts is... ga ik met, met gemak terug ja dat is wel weer cool, zo ja. ja maar ik heb wel het idee dat die generatie dat, dat dat in onze generatie al mis is gegaan omdat wij telefoons hadden en nummerkenning en dat soort dingen wat is er mis gegaan nou dat mensen minder gaan bellen mijn vader heeft voor mij ook wel eens gezegd dat hij merkt dat mensen minder bellen dan ja. dat hij dat vroeger moest doen mm -hmm. toen was natuurlijk toen had je fax en bellen je had ja. geen mail nee meden en uh, whatsappen ja maar als ik dus een mail krijg van een, een klant dan bel ik altijd. Want dat mm -hmm. vind ik veel makkelijker. Want dan is het in één keer afgestreept. Anders moet je ja. weer mailtje typen nog een mailtje. En anders begrijpen ze je, je niet. En dan kan je beter in één keer bellen. Ja, maar Want dat ik is begrijp wel goed, dingen ja. ook in dyslexie. Ja, dat is ook verkeerd. wel vaak video bellen. Wat ook wel weer makkelijker is dan bellen, vind ik. Ja, ja dat is waar. So, ja, dus in dat opzicht zijn er wel weer tools. Kijk, en dat is inderdaad misschien ook een goede tip. Als je dan belt met iets misschien wat je heel spannend vindt, probeer kijken of ze video mm. willen bellen. Want dat is tegenwoordig ook heel normaal, ja. uiteindelijk. En ook vind ik gewoon bespreken. Uh, bijvoorbeeld op werk. Ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, maar dat, dat er was gewoon uh, geen mogelijkheid toe. Dat je als je het heel lastig vindt om bijvoorbeeld af te bellen, mm. dat je dat aangeeft uh, en dat je kijkt of ze er open voor staan, dat je bijvoorbeeld een mailtje stuurt. Ja, of precies. een sms of een WhatsApp. Maar weet je wat het is? Ik denk dat bij heel veel dingen met angst, vooral openheid en praten over dingen. Mm. Even een linkje. Ja. Nee, maar openheid en praten erover, dat is ook de reden dat we die spellen zijn gaan maken, is omdat het is belangrijk is. Als je het gewoon aangeeft, heel veel mensen willen heus wel met je mee. Denken. Ja, en als ze niet met je mee willen denken, dan ben je in ieder geval voor jezelf opgekomen en dat is, betekent ook wel dat je Is ook al goed. Is ook al voor jezelf vertrouwen ook echt al goed. Ja. Ook al heeft het geen positief resultaat, is het toch Nee, maar dat uh, heb je wel gedaan en dat zal je ja. de volgende keer zou je misschien toch iets eerder... Ook al krijg je misschien negatieve respons terug, toch heb je het gedaan. Dus je mm -hmm. hebt iets goed voor jezelf gedaan. Dat is al Ja, beter. ik begon op een gegeven moment gewoon te denken, ja, ik ga het gewoon aangeven. Als ze niks mee doen, dan uh, is, is het, het hun aan probleem. hun. Ja. Maar uh, dan heb ik het in ieder geval uh, aangegeven en is het niet raar als ik bijvoorbeeld eens dus een keer uh, wel een SC mijn stuur in plaats van bel omdat het me echt niet lukt. Ja, dat ja, heb ik het dan precies. al, in ieder geval al gezegd. En op sociaal vlak heb je daar nog een tip over? Want ik neem aan dat jij wel. Die groepen daar... en zo. Ja, ik vind het toch Ja, ik vind het <laughs> toch... Ja, toch lastig. Want als het jou geen goed doet en als je alleen maar vermoeid en ellendig terugkomt met allemaal onzekerheden. Van oh, hè, hoe denken ze nu over me? Dan zou ik proberen inderdaad. Als het niet hoeft om het niet te doen. Ja, dat, ik moet zeggen dat ik ook altijd dacht: van ja, je moet jezelf uh, er maar Pushen. toe zetten. Maar het kan ook zijn dat je gewoon iemand bent die niet zo heel erg van grote groepen houdt. Dat is ook niet erg hè, uiteindelijk. Nee. We doen net alsof dat allemaal maar iets is wat wij willen als mens. Maar ja. niet iedereen is hetzelfde. Nee, dus je moet ook bij jezelf nagaan, zou ik dit wel heel erg leuk vinden. Uh, ja, dan kan je het altijd Dan aangaan. kan je, Dan zou ik zeggen: van oefen een beetje met small talk. En misschien raak je wel zo op je gemak in zo'n groep dat het wel lukt. Ja. Maar uh, wij komen allebei niet tot ons, tot ons recht. We halen er ook gewoon heel weinig uit. Verjaardagen en zo. Ik vind het nooit productief, maar ik ben daar heel raar in daar ook hoor. Nee, ja, maar dat is zich een ander verhaal. Schat. Als ja, als alles productief moet ja, vinden, dan kunnen we het ook wel eens over hebben natuurlijk. Ja, en ik ben nooit ja. productief, maar goed. Maar maak die afweging voor jezelf? Want Hoe ik, belangrijk is het? Ik heb ook heel lang gedacht van iedereen doet het. Ik wil ook uh, leuk uh, op uh, Facebook toen de tijd plaatsen dat ik op een feestje ben geweest. Mm. Maar uh, ondertussen was ik twee dagen van ellende van wat heb ik allemaal gezegd en wat heb ik niet gedaan. Wat ik had moeten doen. Ja, ik, denk dus altijd, ik heb altijd gedacht in mijn twintig jaren van ik moet het leuk vinden omdat andere mensen het zo leuk vinden. Mm -hmm. Ik dacht, ja, moet ik het toch maar proberen. Maar elke keer dacht ik van, ja, vind ik het nou echt leuk? Ik zit liever op de, op de bank met een, een dekentje en een filmpje aan. Ja. En het klinkt heel erg dom, maar ergens, of tenminste, het klinkt heel erg knullig. Maar het is wel zo. Ik vind maar dat maar gewoon, ja, waarom ik, zou je dat niet doen? Ja, omdat je toch het idee hebt, ook in films en in, 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 op social media en alles eigenlijk, laat zien dat wij het leuk vinden of dat potentieel, nou ja, dat statistisch gezien, de meeste mensen het leuk vinden om wel met een groep te zijn. Ja, dus ik, dan denk je van ja, ja waarom wil, wil ik dat dan niet? En ergens heb ik soms dat idee, een, een FOMO-idee, van ja, misschien mis ik dan toch iets. Ja, ik snap wel wat je bedoelt, er, Maar ja, als je het al meerdere keren geprobeerd hebt en je merkt gewoon dat het niks voor jou is, kun je er wel conclusie uit trekken, denk ik. Ja, maar toch, soms heb ik wel het idee van ik zou het ook wel eens willen. wel leuk vinden. Wel leuk vinden, ja, maar ja, je, kan, maar je hebt toch. Niet zo heel veel invloed op wat je hebt. Nee, ja, maar leuk dan kan ook vindt. zijn, natuurlijk, zijn dat je je gewoon in de verkeerde crowd begeeft. Ja, dat zou kunnen. Dat jij misschien uh, tussen een stel nerds die allemaal met camera's bezig zijn helemaal twijfelt, kan. Nee. Nee, nee, nee. nee, dat is ook niet... Nee, leuk, nee want dan word ik je juist wil. heel onzeker, want dan oh. weet ik niet te weinig. Ik ben okay, heel, uh, slecht. Maar ze zijn allemaal ik ben... slechter dan jij. Nee, dat rolt <laughs> nog steeds alsof ik dat niet uh, ben dan. Nee nee, 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 nee. Maar vind jij het trouwens In professiedingen uh, kan ik helemaal niet goed met mensen praten. Want dan denk ik altijd dat iemand anders het beter weet dan oh, ik. Ah, maar dat is ook rot eigenlijk, heb ik trouwens ook het um, over. Ik, ik, denk ik al altijd van, Ik bluf, bluf mezelf al heel mijn leven door het leven heen. Dus, ja. uh, maar vind jij het niet zo gek, dat, uh, vind jij het niet raar dat mensen best wel comfortabel zijn... met uitspreken naar anderen van wat ben je stil? Terwijl... Ja, dat is iets comfortabel mee. Hè. Ja, ik, ik heb het zo ook. vaak in mijn leven gehoord <laughs> ik doe het ook. Hè? Wat ben je stil en uh... nogmaals, ik doe het ook. Hè? Ja, het wordt nooit tegen mij gezegd hoor. Oh, tegen mij is het zo vaak gezegd. Er wordt wel eens tegen jou gezegd dat ik stiller was. Ja, dat ik normaal wat luidruchtiger was. Ja, ben. maar ik vind het niet raar als je om te vragen van hé, hey, je bent wat stiller dan normaal. Is er wat? Vind ik niet gek. Nee, maar, maar waarom ben je stil? Waarom ben je zo stil? Waarom zeg jij nooit wat? Dat heb ik zo vaak gekregen. Maar ja, bij hele drukke mensen die heel veel kleppen, wordt het ook niet constant gezegd, toch? Je zou het niet zeggen als je deze podcast luistert, want jij lult wel één, deur, één deur. Ja, één op één kan ik heel goed lullen. En dan is de podcast dadelijk voorbij en dan vraag samen van, ja, heb ik niet te veel gezegd? Het gaat niet alleen maar over mij. Ja, ook oh, wel. Soms zeker ik zoveel over mezelf lullen, inderdaad. Ja. Dat is ook een ding toch, wat van, uh, vooral als uh, voor autisten gezegd wordt dat ze zoveel over zichzelf lullen. Nou, ja. Is dat niet iets wat je, waarom je dat dan lastig vindt? Ja, ja. zeker omdat uh, um, vaak een manier van een autie uh, om te communiceren is, om iets te begrijpen, ja. is uh, de situatie naar een situatie van zichzelf trekken. Ja. En dat wordt als heel egoïstisch gezien, van ja, je hebt het nu niet over, uh, het gaat over mij hier. Uh, maar eigenlijk is dat juist een manier, dat doe ik dus ook heel vaak. Ik zeg: is het een beetje zo en zo? Ik heb het zo meegemaakt, is dat een beetje wat je bedoelt? En als iemand dan zegt: ja, ja, dan kan ik, dan, en dan kan ik ook al verder op iemand anders uh, dingen, maar ik moet, moet het begrijpen. En heel vaak uh, doen mensen maar alsof ze het begrijpen, denk ik. Terwijl ik wil het echt begrijpen. Dus eigenlijk stel je jezelf nu boven andere mensen. Nee, ik nee, denk. Dan ja, ga, ja, ga je weer. Nee. Als iemand bijvoorbeeld zegt, ja, dat is zo kut. Een relatie, dit en dat. En dan zeg ik van ja, ik heb ook een beetje zo, zoiets soortgelijk. Is als dit wat je bedoelt. Ja, nou dan kan, ik, dan kan ik er verder over praten met diegene. En hoe gaat dat dan? Dat soort dingen. Maar snap je wel dat het overkomt maar, alsof het niet zo ja, is? Ja, Ik snap het wel. Dat als iemand zegt: ik heb problemen met mijn vriend, en ik begin gelijk over. Oh, dat klinkt een beetje zoals ik toen met die. Uh, dat een ander denkt van... Uh, alsjeblieft zeg, ik, uh, alle aandacht op mij graag. Ik heb dat ook wel eens, als ik over mezelf begin, niet bij jou... Dan, maar mm -hmm. bij andere mensen. Ik zeg yeah. even niet wie. Dat ik ook denk van... Yo, uh, ik zit nu even iets te vertellen... Uh, hoef niet gelijk weer naar jezelf toe getrokken te nee, worden. Maar dat vind ik soms een... ook lastig. Niet bij jou nogmaals, ja. dat doe je bij mij niet, maar... Mm -hmm. Ja, maar ik denk in, ik, ja. een, in, een, in een wederkerig gesprek vind ik het echt niet erg om te switchen van jou naar diegene. En dan even dat het allemaal zo gaat. Het hoeft mm -hmm. toch niet alleen maar puur alleen maar om één iemand te gaan als er problemen zijn. Soms even wel, soms lekker toch als, als, ja, als alleen maar Ja, maar dat gun je de ander toch ook wel, zoals die ene iemand in, de, ja, ja. in de, bijvoorbeeld. Dat je dus. merkt gewoon dat iemand het even wil, van zich af wil praten, dat merk je heus wel. Ja. Maar ik vind dat altijd wel lastig, want je hoort het wel vaker. Dat mensen zeggen van het is nu niet de plek om over jezelf te lullen. En dat vind ik altijd wel een beetje uh, een dooddoener, want uiteindelijk is dat wel de manier van veel um, mannen en vrouwen, denk ik, ja. om de situatie beter te begrijpen en juist beter te kunnen inleven. Ze doen echt moeite om zich in te leven, juist, vind ik. Ja. In plaats van dat je gewoon zegt van, oh ja, ik begrijp je. Ja. En je kan het misschien ook in je hoofd doen. Mm -hmm. Dat kan. Ja, dat zou kunnen. Je? Dat je gewoon uh, het woord ik niet laat vallen. Ik, ik, ik en de rest. Je zou gewoon zeggen: "Kilena voelt dit ook. Kilena voelt dit ook. <laughs> Kilena heeft het ook een soort van meegemaakt. <laughs> ja, je zou het niet zeggen met onze video's uh, over eten. Maar we proberen ietsjes bewuster te gaan. Eten. ja, daar zeg je het mooi ietsjes bewuster toch? ja, het is, het is echt ietsjes hoor. we proberen een klein <laughs> beetje aan te passen we zijn uh, sinds kort wat meer fan van de Ecoplaza geworden oh ietsjes, ja, nu. ja weet je dat dat uh, met de prijzen van tegenwoordig ook nog wel te doen is <laughs> nou ja, het is wel ja, nou ik moet zeggen als ik nu kijk naar de groenten, dat scheelt niet zo heel veel meer met normale groenten mm. soms als ik naar biologisch kijk en niet biologisch, maar goed uh, bij, ik neem altijd yoghurt en we deden wat musli en uh, dat soort zooi. Yeah. Of kruis, Nee, uh, wat was het nou? Haver, Ja, granola inderdaad. Maar er zitten wat dingen in die we toch niet helemaal, of het allemaal waar is, weet ik niet, maar die we toch niet helemaal, eigenlijk het liefst willen. Mm -hmm. Dan vraag je, je natuurlijk af wat. Nou, dat heeft veel met olie te maken. Um, gaan we niet over uitweiden verder? Dan moeten mensen lekker allemaal zelf weten. Ja. Yeah. Uh, maar dat willen wij eigenlijk het liefst wat, iets meer voorkomen. Nee, nou, er zaten zoetstoffen in, dat vind ik helemaal. Oh, en er zat, oh ja, dat was het inderdaad. En er zat zoetstoffen ineens in kwamen we achter. Ik heb liever dat iets dan gewoon veel minder zoet is. Omdat ja. het zoet wordt gemaakt met zoetstoffen. Ja. Ik wil daar gewoon de keuze in hebben eigenlijk. Dus toen hebben we die gedumpt uh, en zijn we naar de eekplaats gegaan. Want dan weten we zeker dat er geen zoetstoffen in zitten. Mij, mm. toch? Nee, die zitten er niet Doen in. Nee, nooit hè? Nee. Nee. Er zit ook wel olie in, maar uh, anders soort olie. Ja. Uh, dus uh, het is de musli... Ik weet niet eens meer welke smaak het was. Ja, iets met rozijn en kaneel. Ik vond hem erg lekker. Oh, hij was zo lekker. Ja. Ja. Lekker, lekker uh, uh, herfstig, winterachtig uh, qua ja, smaak. Ja, zeker. Een beetje kaneelachtig en zo. Jij bent ook eens iets meer van kaneel gaan houden. Van. Ja, omdat jij het forceert. Je forceert de kaneel in mijn dieet. Ja, maar dat, kaneel is ook gewoon heerlijk, goed voor je en fantastisch. Ja, fantastisch. Nou, dat uh, was eigenlijk de snack van de week dat toch? Dat was de snack van de week. En we ben... hebben niet eens de titel uh, van het product. Ja, ik weet niet wat... <laughs> Nee, dat weet ik niet. Lekker maar voorbereid. Eh. Maar we hebben hem wel vanochtend gegeten, dus hij zit nog vers in ons. Daarom uh, wilde ik even. Memory. Ja, dit is een kaneel. Ja, volgens mij was het de enige met kaneel en appel, dus die ze hadden. Dus. Oh ja. Ik denk dat dat wel goed is. Uh, mm -hmm. Gaan we nog iets doen de uh, komende weken waar je naar uitkijkt? Ja, um, ik denk het. Gaan we nog iets doen? Ja, we gaan misschien naar de grote schijn. Misschien. Oh, ja. Oh, nou, dat gaan we dus niet doen, blijkbaar. Ja, ik heb zo'n... Hekel om s'avonds weg te gaan. Ik kijk niet naar uit om aan het einde van de dag ergens heen te gaan. Dat vind ik zo'n grote opgave. Leuk onderwerp voor een andere keer, toch? Ja. Daar kijk ik nog ergens naar uit. Onze, ons leven is best wel rustig de laatste weken. Nou, gelukkig maar toch. Nee. Ik hou en er altijd wel van. Ik vind het ergens ook een beetje frustrerend, maar goed. Alsjeblieft. Ja, heb ik echt. Misschien moet je rijlessen gaan oppakken. Dat is een sensatie de hele week door, kan ik je vertellen. Tot volgende week.